Heel hartelijk welkom voor uw enorme opkomst. Het is een onderwerp dat leeft, dat kun je wel zien. We zijn verheugd dat u hier met zo'n grote getale bent. Ik wil u graag het woord geven. Ja, ik spreek namens de Medibond. Maar we zijn hier ook samen met het Jong KVPS. En daar is de voorzitter, mevrouw Sietske van. Dus Sietske zal het verder doen. Goedenavond allemaal. Ja, ook namens het Jong KVPS van harte welkom. Fantastisch dat er zoveel mensen zijn. Ja, mij rest eigenlijk alleen het woord aan onze welbekende directeur van het stamboek, Itz Hellinga, te geven. Want die gaat jullie vertellen over de fokwaarden, over hoe en wat. En als jullie vragen hebben, dan kunnen jullie dat ook tussendoor stellen. Want dat is natuurlijk waar het vanavond eigenlijk om draait. Dus Itz, the floor is yours. Dankjewel, dames. Dan waren twee vrouwen aan het woord brengen. Daar kunnen we nog geen verschil van mening over hebben. Ja. Hartstikke mooi om zo'n zaal vol mensen te zien vanavond. Ik vind het ook leuk dat we hier Jong KVPS en de Medibond bij elkaar hebben. Nog niet zo lang geleden was ik uitgenodigd bij een bijeenkomst van het KWPN. Afdeling Tuigpaard. En ook daar waren de Jong KWPN'ers en... wat zullen we zeggen, de senioren KWPN bij elkaar in één bijeenkomst. Dat hebben ze best wel een aardig initiatief dat de jong KWPN'ers de hengstenkeuze deden voor de merries van de senioren. Fokkerij, dat weten we, is een dure aangelegenheid wat soms voor jongeren wat moeilijker haalbaar is. Maar op deze manier kun je toch de jeugd ook betrekken bij de fokkerij. En het was ook de bedoeling van die avond dat ook de resultaten die uit die adviesparingen waren gekomen, middels foto's en filmpjes, ook nog eens een keer werden geëvalueerd. Of er daadwerkelijk was uitgekomen wat er ook beoogd was. Nou, ik denk, vanavond hebben we ook eenzelfde gemaleerd gezelschap. En misschien is dat een aardige gedachte om dat ook in deze twee groepen eens een keer op te gaan starten. En wellicht iets voor een volgende bijeenkomst. Ja, ik heb toch wel de indruk dat ik zelf een klein beetje aanleiding heb gegeven voor deze uitnodiging. Voor de kritische lezers van de Friso. In een van mijn laatste columns heb ik me toch misschien een klein beetje prikkelend uitgelaten over een vorige bijeenkomst van de Bond van Mediahouders. En dat ging eigenlijk over de succesfactoren die er zijn in de fokkerij. En er waren een aantal prominente fokkers uitgenodigd om daar iets over te zeggen, om daarover te delen. Ook een hele goede zaak, denk ik, om op die manier informatie uit te wisselen. Ik moest het hebben van het verslag in de Friso, want ik was er zelf niet bij aanwezig. Wat nu precies de succesfactoren waren, heb ik daar niet uit kunnen halen. Maar één ding was vrij duidelijk, niemand deed wat met fokwaren. Ik denk van dat is ook niet helemaal volgens wat er in de praktijk gebruikelijk is. Want als ik nu kijk naar wat de meest gebruikte hengsten zijn en ik leg daar de fokwaarde naast, dan is dat een kwestie van redelijk 1-op-1. Met andere woorden, de fokwaarden voor de hengsten die zijn al behoorlijk ingeburgerd en die worden ook door de fokkers worden die gebruikt. En wat we ook merken is dat de hengstenkeuze ook steeds meer gebruik wordt gemaakt van de hengstinformatie die wij op de website hebben, of de papieren versie die ook in februari Friso wordt meegestuurd. En we kunnen dat zelfs een klein beetje volgen voor de mensen die dat online doen. En we merken ook dat op het moment dat wij de toplijsten van fokwaarden van medis publiceren, en meestal is dat derde kerstdag, dan komen er toch een hoop vragen binnen van hoe zit dat nu precies met die fokwaarden. En die van mij stond vorig jaar op plek 5 en nu op plek 8. Wat is daar nu gebeurd? Nou, dus dat geeft toch wel aan dat fokwaarden toch wel behoorlijk leven. Maar goed, het is in de fokkerij ook wel eens een beetje zo dat we daar graag wat mythische proporties aan willen geven. We hebben een goed paard gefokt en dan... dan zeg je, dat hebben we wat op gevoel gedaan. Dat vingerspitsen, daar willen we ons dan wel een beetje op beroepen. En ik denk toch dat we zo langzamerhand een beetje afscheid moeten nemen van dat soort zaken. Natuurlijk aardige verhalen. Maar fokkerij is toch wel een behoorlijk rationele zaak. En laten we het ook op die manier, ook op een objectievere manier ook benaderen. Dat neemt niet weg dat ene fokker aantoonbaar meer succesvol is dan die andere.
En dat is op zich natuurlijk wel interessant. Iedereen heeft toegang tot dezelfde hengsten, heeft toegang tot dezelfde informatie. En toch bakt de ene fokker er nogal wat meer van dan de andere. En ja, dan kun je je afvragen van, zijn er dan toch succesfactoren? Ik denk dat de belangrijkste succesfactor voor fokkerij is dat de wijze waarop je met informatie omgaat. En de wijze waarop je de informatie die je op allerlei manieren kunt vergaren, hoe je die ook uiteindelijk in de praktijk brengt in je eigen fokprogramma thuis. Ja, wat is dan de beste informatie? Welke informatie zouden we het beste kunnen gebruiken? Nou, ik denk dat het allerbeste zou zijn dat u naar alle keuringen zou gaan. Alle aanlegtesten, alle sportwedstrijden waar Friese paarden komen, alle frichtingstesten van de hengsten. En dat u daar op een hele goede manier analyseert wat u ziet. Dat u een goede analyse maakt van welk deel van wat ik zie is nu erfelijk en wat is aangeleerd. Dat u ook weet uit wat voor moeders de paarden komen. Bijvoorbeeld als u iets wil weten over bepaalde hengsten en u ziet een aantal nakomelingen. Dat u ook weet van ja, uit wat voor merriemateriaal komen die nakomelingen. En welke bijdrage is nu van de hengst gekomen en welke bijdrage is misschien van de moeders gekomen. Ja, dat is een hele lastige opgave. Zeker als je dan van hengsten met meer dan 100 nakomelingen al die informatie in je hoofd wil bewaren en daar ook dat ook een beetje op een gelijke manier wil wegen, dat het niet zo is dat wat u het laatst gezien heeft toch de doorslag geeft en wat u een jaar geleden gezien hebt misschien alweer vergeten bent. En dus dat is best wel lastig. Al was het ook alleen maar omdat we ook niet tijd hebben om naar alle keuringen toe te gaan en alle aanlegtesten en hengstenbeoordelingen. En daar juist helpen de fokwaarden ons een klein beetje. De fokwaarden, daar gaat alle informatie in. Alle keuringsresultaten, alle resultaten uit de aanlegtesten, sportgegevens. En die worden op een goede manier ook geanalyseerd en uiteindelijk verwerkt tot fokwaarden. En daar kunt u met z'n allen ook gebruik van maken. Ik wil trouwens ook benadrukken dat het uiteindelijk allemaal toch uw eigen keuze is wat u doet. Ook welke methode u wilt gebruiken. Het is ook niet zo dat we als stamboek gaan zeggen van nou op die manier zou het moeten verlopen. En u moet fokwaarden gaan gebruiken. Doe het ook absoluut de wijze waarop u dat zelf wilt. Dus ook de keuze die we maken. Het is wel eens een keer discussie geweest ook ten aanzien van de intelproblematiek. Zou het niet beter zijn om een wat van bovenaf geleide fokkerij te hebben? We hebben altijd gezegd van dat moet absoluut niet gebeuren. De fokkerij die hoort thuis bij de fokkers. Ik denk dat het in onze fokkerij ook zo is dat het spel uiteindelijk belangrijker is dan de knikkers. Dus een van de leuke aspecten van de Friese paardenfokkerij is uiteindelijk toch om zelf de beslissingen te maken. En nogmaals, het is uw eigen keuze welke methode en welke informatie u gebruikt om uiteindelijk tot die keuze te komen. En ik wil ook niet pretenderen wat dat betreft alle wijsheid in pacht te hebben. Ik ben ook zeker niet de uil van Minerva van Thierry Baudet. En, maar goed, ik heb wel als taak meegekregen om proberen ook de informatie en de kennis die we als stamboek hebben, om die ook op te delen met de leden, met de fokkers. Nou, en ik denk dat dat ook een doelstelling is van deze avond. Nou, we hebben u ook geprobeerd middels wat publicaties wat te prikkelen alvast. En we hebben en passant hebben we de predicatenfokkerij old school genoemd. En dat het eigenlijk veel beter is om naar fokwaren te kijken. Nou, laten we dat als eerste maar een klein beetje nuanceren. In principe heeft dat aan zijn doelstelling voldaan, want de zaal zit vol. En op zich is het juist hoor, wat er gezegd is, dat als we kijken naar de eerste bezichtiging van vorig jaar, is dat de nakomelingen van de modelmerries en kroonmerries en preferente merries het niet beter hebben gedaan dan de nakomelingen van de gewone, tussen aanhalingstekens, de gewone stermerries. Maar goed, dit is het beeld als we naar alle gekeurde driejarigen zien uit 2018. En dan zien we dat de gekeurde merries, gekeurde driejarige nakomelingen uit Veulenboek merries 10% ster hebben gehaald.
uit stamboekmerries 30%, uit stermerries 35%, kroon 42%, model 46%. Dus dat is een mooi oplopend riedeltje. Eigenlijk een klein beetje volgens het boekje. Dat we zeggen van nou ja, een model merrie fokt gemiddeld wat beter dan een stermerrie. Als je naar deze gegevens kijkt, dan is dat ook daadwerkelijk zo. Preferenti steekt daar nog een klein stukje bovenuit. Met 54%. Nou goed, Preferenti is ook een aanduiding voor merries die goed gefokt hebben. Dus wat dat betreft is dat misschien ook wel datgene wat we verwachten. Nou, sport dat is een beetje lager. Ik denk als je het over meerdere jaren analyseert, dat best wat evenwichtiger zal zijn. Ja, dus het is ook maar één jaargang die hierin is meegenomen, want ik heb er ook geen verklaring voor waarom die nu minder goed zou scoren. Het is ook niet zo dat die sportmerries allemaal stamboek sportmerries zijn. Over het algemeen zijn het ster sport, kroon sport en model sportmerries. Dus daar zal het beslist niet aan liggen. Dus neem die conclusie in ieder geval niet mee naar huis. Het is wel een statistiek die we uit de jaargang 2018 kunnen halen. Ik vind het ook altijd zo, als er een conclusie ergens uitkomt en je kunt hem niet verklaren, dan moet je soms ook wel twijfelen aan een conclusie. Nou, dit is, ik zou hier niet een conclusie uit durven trekken. Nou, je zou kunnen zeggen van, nou ja, het blijkt wel dat selecteren voor predicaten, dat het op zich loont. Nou goed, dat geven deze cijfers ook aan. Maar je kunt je ook afvragen van, zou het nog beter kunnen? Als we kijken naar de moeders van de gekeurde merries met een fokwaarde van hoger dan 105, dus vanaf 106, dan zien we dat die nakomelingen zelfs een sterpercentage halen van 74%. Dus drie kwart van de nakomelingen uit merries met een fokwaarde van 105 of groter dan 105 is ster geworden. Nou, dat is natuurlijk een aardig resultaat. En dat geeft ook aan dat selectie voor fokwaren, dat kun je op basis van deze sheet kun je dat halen, dat beslist lonend is. En dat hebben we ook wel voor meerdere jaren hebben we dat bekeken. Ook als we kijken naar de jonge hengstenselectie, de eerste bezichtiging. En dan zien we de laatste jaren dat we ook ongeveer zo rond die 70% zitten uit de merries met de hoogste fokwaren. En dan praten we pak een beet over de beste 200 merries in onze populatie. Dus dat geeft ook duidelijk aan dat uiteindelijk wel genetisch gezien de meest superieure paarden zijn. Hoe kan dat? Het verschil tussen de fokwaarden en de predicaten is dat de predicaten alleen weergeven wat we met elkaar gezien hebben, of eigenlijk wat de juryleden gezien hebben. En als we kijken naar fokwaren, is dat een combinatie van en wat we aan de buitenkant kunnen observeren, dus wat de juryleden beoordeeld hebben, en aan de andere kant ook dat daar de afstamming in wordt meegenomen. Dus de combinatie van afstammingsgegevens en de informatie vanuit keuringen en aanlegtesten geeft betere genetische informatie dan alleen de informatie uit de keuringen. Op zich ook logisch, ik denk dat we zo ook allemaal naar paarden kijken. Het eerste wat we altijd vragen van, wat is de vader? Of we zeggen al, we noemen ook niet de naam van een paard, het is altijd een die uit een dat. Hè? En zo zitten we in elkaar, zo zijn we ook opgevoed. Eigenlijk is dat hetzelfde zoals de fokwaardeschatting ook functioneert. Want waar gaat het in de fokwaardeschatting om? Het is eigenlijk het inwegen van de verschillende soorten informatie. Nou, het gaat dan in dit geval om het paard wat in het midden staat, met fokwaarde eronder en een vraagteken. Het begint bij een veulenhaal, dat we weten wat de vader en wat de moeder is. Nou, de vader en de moeder hebben beide een fokwaarde. En gemiddeld zal het zo zijn dat de nakomeling het gemiddelde fokwaarde heeft van de vader en de moeder. En dus daar begint het mee. Hè? Dus ieder veulentje, als het geboren is, heeft in principe al een fokwaarde, maar eigenlijk zou je beter kunnen zeggen een verwachting van een fokwaarde. Hè? Want ja, we weten uiteindelijk aan het veulen zelf nog niks. Het is nu weer de tijd van de veulens. En ik vind het altijd wel grappig. Je vraagt iemand van, heb je al veulens? Ja, ik heb veulens. Nou, hoe lijkt het op? Best. Ik heb nog nooit iemand gehoord die geen goede veulens heeft. Later valt het altijd, of altijd, maar valt het dan soms wel eens een keer weer wat tegen. Maar veulens zijn altijd goed. Dus wat dat betreft geeft dat nog niet zoveel informatie. Informatie komt eigenlijk, het begint eigenlijk al met de veulenprimering.
Daar doen we in termen van fokwaardeschatting nog niet wat mee. Hè. Daarvoor is ook het verband tussen de vele scores en de driejarige score eigenlijk niet hoog genoeg. Het begint eigenlijk met de driejarige nakomeling en als ze voor stamboekopname worden gekeurd, meedoen in een ABFP-test of ook later meedoen in een IBOP. Als we praten over de medische selectie, dan blijft het daar over het algemeen wel een klein beetje bij. Uiteraard, een medi krijgt ook nakomelingen die ook weer meegenomen worden in een fokbare schatting. Ja, maar dat gaat altijd maar om een beperkt aantal nakomelingen en die laten de fokbare schatting niet heel erg veranderen. Heel anders is dat natuurlijk bij de hengsten. Als we hengsten hebben met meer dan 50 gekeurde nakomelingen, dan is het zo dat de fokwaarde volledig wordt gebaseerd op de resultaten van de nakomelingen. En dan doet de eigen prestatie en dan doet de afstamming doet er helemaal niet meer toe. Dus dan is eigenlijk de nakomelinginformatie vervangt al die andere informatie. Maar goed, nogmaals bij medische selectie, en daar hebben we het eigenlijk vanavond met name over. Ja, dan speelt het toch met name om het gemiddelde van vader en moeder en uiteindelijk de prestaties van het paard zelf. Prestaties heb ik trouwens tussen quotejes gezet, want we gaan binnenkort ook fokwaarden publiceren voor karakter. Nou, karakter dat zien we niet echt als een prestatie, maar het is wel iets wat we beoordelen of meten aan onze paarden. Dus en vandaar dat prestatie daar ook tussen quotejes staat. Ja, want met alleen informatie zijn we er nog niet. Het is ook zo dat we de informatie dat we die toch corrigeren. En eigenlijk probeer je alle niet-genetische aspecten eruit te filteren. En ten eerste is het zo dat we eigenlijk paarden vergelijken die op dezelfde keuring komen. En dat is best belangrijk, omdat je best specifieke omstandigheden hebt op een keuring. Keur je op zand, keur je op gras, is het slecht weer, is het terrein glad, noem allemaal maar op. Het zijn allemaal dingen die een effect hebben. En dus je moet paarden, als je ze in een fokwaardeschatting met elkaar vergelijkt, dan doe je dat binnen dezelfde keuring. Tweede is dat je ook de gegevens corrigeert voor leeftijd. En we weten dat bijvoorbeeld in aanlegtesten, het verschil is niet heel groot, maar 4-jarigen het gemiddeld net ietsjes beter doen dan 3-jarigen. Nou, daar hou je natuurlijk in het fokwaardeschattings, in de manier van berekenen, hou je daar rekening mee. Het geslacht wordt ook voor gecorrigeerd. Hengsten scoren gemiddeld toch net ietsjes beter dan merries. Nou, daar wordt ook rekening mee gehouden als de fokwaarden berekend worden. Nou ja, als laatste corrigeren we ook voor jury. En dan gaat het met name voor de lineaire exterieurkenmerken. En daar weten we eigenlijk van al onze lineaire scores van onze juryleden een klein beetje wat hun scoringsgedrag is. Dus dan gaat het om dat sommige juryleden gemiddeld net ietsjes hoger zitten dan de anderen. Het streven is dat we ieder jaar zo op die 25 zitten als we naar de lineaire score kijken. En waar ook nog wel eens een keer wat verschil in zit, is de spreiding. In de fokwaardeschatting houden we er rekening mee dat er toch wel wat een verschil in scoringsgedrag zit tussen de verschillende juryleden. Dan proberen we natuurlijk met uniformeringen zoveel mogelijk die verschillen eruit te halen. Maar het blijft in die zin ook mensenwerk en op deze manier kunnen we in ieder geval als we fokwaarden schatten, kunnen we die verschillend, kunnen we er op die manier uitfilteren. Kreeg je net nog de vraag van wie berekent eigenlijk die fokwaarden? Nou, die fokwaarden die worden berekend in Arnhem bij CRV, dat is het rundveestandboek, die daar veel ervaring mee hebben. Dus wij sturen de data, grote hoeveelheden data naar Arnhem. En de fokwaardeschatting die vindt daar plaats en die vindt dus niet op het KFPS kantoor plaats. Maar misschien wel goed om te weten. Even, tussendoor vragen of hè? Ja. Die correctie die eventueel op de jury doet, en dat begrijp ik op zich, maar is dat voor die individuele maat dat het nog weer gecorrigeerd wordt? Ja. De vraag is of die correctie op juryleden, omdat voor de fokwaarde van individuele paarden plaatsvindt. En dat klopt inderdaad. Is het zo dat jouw paard een 30 scoort voor hoofduitdrukking. En het is een jurylid die daar wat te weinig spreiding in aanbrengt. Dan zegt het rekenmodel eigenlijk is het 32. Ik bedoel, dat is een beetje heel plastisch uitgedrukt hoe het functioneert. Ja. Nou goed, die correctie dat vindt dus plaats op de informatie aan de prestaties van het dier zelf. En nu praten we hier over de nakomelingen. Dat gaat met name over de hengsten.
Dus dat we bij de hengsten ook heel duidelijk kijken naar de kwaliteit van de merries waarbij een hengst is gebruikt. En soms krijg ik wel een keer een telefoontje en dan zeggen we, ja, eigenlijk viel de fokwaarde van mijn hengst wat tegen, want zijn sterpercentage is zo hoog. Ja, er zijn hengsten die een sterpercentage van boven de 60% halen. Dat is natuurlijk een geweldige score. Maar goed, al die nakomelingen hebben ook een moeder. En we weten ook dat de ene hengst duidelijk betere merries krijgt dan de andere hengst. En dat is dus iets waarvoor gecorrigeerd wordt. Andersom is dat bij de fokwaarde hebben de nakomelingen van merries net zo. Het maakt natuurlijk wel een klein beetje uit of je nakomelingen hebt van een goed fokkende hengst. Of nakomelingen van een iets minder goed fokkende hengst. Daar heb ik een vraag over. Als je nou de lijsten kijkt van al die hengsten en je komt die oude broeders tegen, ik bedoel die oudere denkhengsten, die ik daar ook wel allemaal kennen, had je vroeger een feitse. Nou, daar zag ik hele mooie luxe dingen toen al van in die tijd. Ik zeg niet dat die er namelijk bij horen, maar als je dan ziet in het lijstje, daar staat die ook onderaan. Waarom staan die oude hengsten zo onderaan? Is zijn die berekeningen pas begonnen voor 10 jaar terug of zo? De vraag is waarom de oude hengsten lager staan. Feitse wordt even aangehaald. In die tijd natuurlijk een tophengst. Is ook prevalent geworden. Ja, ik denk dat we, als we ook naar oude hengsten kijken, dat je ze wel ook moet waarderen in de tijd waarin ze leefden. En op het moment dat, dat Feitse een jonge hengst was, was het ook absoluut een van de beste hengsten binnen de populatie. Ik denk toch dat we moeten vaststellen dat we in die tijd toch vooruit zijn gegaan en dat de nieuwe generatie hengsten gewoon beter is. Moderner is. Ja, nou ja, onder andere. Hè, maar ook in beweging veranderd zijn. Ik vind ze zeker moderner. Ik zag, misschien heeft u dat ook gezien een paar jaar terug, het filmpje bij Omroep Friesland. Het is ook wel via onze website verder gebracht, het filmpje over Heerke. En ja. Heerke is net een beetje van voor mijn tijd. Alleen die hengst die stond altijd voor ergens daar helemaal. Hè. Dat was, hè. En dan zie je dat filmpje. En natuurlijk fantastische opnames van Heerke met Siep Bangma. Geweldig. Dus ja. Dat was het mooie. Maar aan de andere kant was voor mij Heerke wel een beetje een deceptie. Ik denk als we zo'n hengst nu op de straat krijgen, dan moet ik nog zien of je aangewezen wordt voor de kooi. Hij gaat eruit, zegt Peter Aal. Dus ik bedoel. Ja, er zijn mensen die daar wat kritisch over zijn, maar we moeten gewoon wel vaststellen dat we wel ook in de fokkerij daar vooruit gaan. En dat wordt ook op een hele duidelijke manier wordt dat zichtbaar, ook als we inderdaad naar de fokwaarden kijken. En we monitoren dat ook op die manier, dat we ook per jaar gaan kijken naar wat de gemiddelde fokwaarden zijn. En dan zie je ook dat we eigenlijk voor alle kenmerken toch wel behoorlijk vooruitgang boeken. En er is één uitzondering en dat is stand achterbeen. He, die toch wel een klein beetje te veel naar de sabelbenige kant gaat. Nou ja, dat zijn ook dingen waar we dan weer met elkaar zeggen, de spiegel voor houden en zeggen van ja, dat moet eigenlijk toch weer een beetje bijgebogen worden. Maar alle andere, ook alle lineaire kenmerken, hoofd voor hoofd uitdrukking tot kruislengte, kruisligging, romp, alle kenmerken gaan we in principe ook de goede kant op. En ook de waarderende kenmerken. Het is ook. Als we kijken naar nakomelingen, dan kijken we wel heel duidelijk naar de kwaliteit van de andere ouder. Dus bij hengsten, op wat voor merries is een hengst gebruikt? En bij merries van welke vader zijn de nakomelingen van deze merrie? Dat is een van mijn favoriete plaatjes, die komt er altijd in. Eigenlijk wou ik toch beginnen wat daarboven staat. Dat is de vraag van ja, hoe weet je nou afstammingsgegevens, de informatie van vader en moeder, af? Tegenover de prestaties, dus karakter, keuringsgegevens, aanlegtesten, hoe weeg je die tegen elkaar af? En dat is afhankelijk van de erfelijkheidsgraad. Nou, daar wordt het al een beetje ingewikkeld. Ik zou zeggen, MAVO, biologie, genetica, een beetje. Ik zal het proberen eenvoudig te houden ook. Maar de erfelijkheidsgraad is eigenlijk is dat deel van de verschillen die wij zien, die erfelijk bepaald is. En dat kunnen we voor alle kenmerken kunnen we vaststellen van de verschillen die wij zien als we op keuringen lopen, in aanlegtesten zijn of de verschillen in karakter. Dat deel wat daadwerkelijk genetisch bepaald is. En dat is verschillend voor de verschillende kenmerken. En dat is soms best wel lastig om dat
ook een beetje tussen de oren te krijgen. Lang niet alles wat wij observeren is genetisch. Nou is de keur zei vroeger al van het rammeldoosje is niet erfelijk. Hè? Dus, wij menen altijd maar dat als we iets zien, dat het erfelijk is. Nou ja, dit plaatje geeft het ook een klein beetje aan van hoe zou het nu genetisch zijn met deze jongeman. Hè? Is dit nu het rechterplaatje of toch meer het linkerplaatje? Nou ja, in de paardenfokkerij is het soms net zo. Want ik sta wel eens een keer bij een veulenrubriek te kijken en dan zie je daar een moeder bij lopen en dan staat daar een deftig predicaat in het boekje en dan denk je van nou, het is een gunstige dag geweest voor het betreffende paard, hè, die dan wat meer in de onderkleren gepresenteerd wordt, ja, en dan kun je je afvragen van wat is nu daadwerkelijk erfelijk. Hè. En we proberen natuurlijk, en dat is ook ons, dat ze horen het ook, dat we proberen ook onze paarden op zijn paasbest ook te laten zien. Maar ja, daardoor is het wel zo dat niet alle verschillen die, die we zien, dat het ook erfelijk bepaald is. Nou, we hebben kenmerken die een redelijke hoge erfelijkheidsgraad hebben, waar dus de verschillen die we zien voor een groot deel door genen wordt bepaald. En we hebben ook kenmerken die een relatief lage erfelijkheidsgraad hebben. Nou, lage erfelijkheidsgraad, dat kan ook te maken hebben dat het soms moeilijk te beoordelen kenmerken zijn. Nou, een hoge erfelijkheidsgraad is de stokmaat, 76%. Dus de verschillen die wij zien, is toch voor driekwart is dat erfelijk bepaald. En dat heeft niet mee te maken dat dit kenmerk middels een stok gemeten wordt. Want we hebben ook wel aangetoond, ook wel bij andere diersoorten, andere stamboeken, dat het op zich niet zoveel uitmaakt of je kenmerken nu gewoon met het oog scoort of dat je het met een meetstok doet. We zouden schouderligging ook met een geodriehoek kunnen meten en kruisligging met een geodriehoek en noem maar op. Voorbeeldlengte zouden we ook met een meetstok kunnen meten, maar dat maakt op zich niet uit. De stokmaat is sterk erfelijk. En om dat even te vertalen, als ik nu een grote hengst heb van een klein fokkende hengst, mag je er toch wel van uitgaan dat die grote nakoming gaat geven. Omdat datgene wat ik zie voor een heel groot gedeelte ook erfelijk bepaald is. Nou, hoofduitdrukking is ook een kenmerk, kun je ook niet zoveel aan veranderen. OAL is onderarmlengte, was wat te lang voor de sheet, dat is ook een behoorlijk kenmerk. Als we naar de onderbal kijken, rastype heeft een relatief hoge erfelijkheidsgraad. Je kunt je ook voorstellen, rastype kun je ook niet zoveel aan veranderen. Nou ja, wat haarimplantaten misschien, wat verf, wat toegepast. Zijn niet de kenmerken die nu het zwaarst meewegen in rastype. Dus daar heb je niet zoveel invloed op. Draf is ook een behoorlijk hoge erfelijkheidsgraad, zeker als je dat vergelijkt met star. Die aan de andere kant staat bij de lage erfelijkheidsgraad. Nou, staan voorbeen, kunnen we ons iets bij voorstellen? Dat is onderstandig of gestrekt. Nou ja, we weten allemaal dat het met het voorbrengen van een paard, ja, kun je ze eigenlijk neerzetten zoals je wil hebben. En dat is een lastige opgave om daar als liniascorer daar doorheen te kijken. Ik denk dat dat de reden is dat de erfelijkheidsgraad laag is. Ja, kwaliteit beenwerk. We zien wel eens een keer paarden in 14 dagen met een herkeuring van 15 naar 35 gaan. Nou, dat is niet helemaal door natuurlijke omstandigheden gekomen, moet je maar rekenen. En dus dat is ook een kenmerk wat toch wel een beetje beïnvloedbaar is. En dat zien we ook in het onderbalkenmerk beenwerk, wat ook wat een lagere erfelijkheidsgraad heeft. Hè, wat natuurlijk sterk wordt beïnvloed door ook de kwaliteit van het beenwerk. Kruislengte is voor mij een beetje duister. En dan denk ik van ja, op zich is dat niet een moeilijk te scoren kenmerk, is ook niet een kenmerk wat beïnvloed kan worden. En toch is de erfelijkheidsgraad wat aan de lage kant. Nou, hoe gaan we daar nu mee om in de fokwaardeschatting? Ik zei het zo net eigenlijk al, met stokmaat heb je een lage afstamming, een lage erfelijkheidsgraad kenmerk. Dan weeg je in principe de afstamming zwaarder in de fokwaardeschatting. Heb je een kenmerk met een hoge erfelijkheidsgraad, dan geef je juist meer nadruk op de prestatie van het paard zelf. Dus het fenotype, datgene wat we zien. Het vertaald, als ik nu hengstkeuringsjury zou zijn en ik zou een mooie hengst zien die wel wat beter zou kunnen stappen, maar ik zie in de afstamming dat het een beert is, ik noem maar wat, dan zou ik zeggen van nou, erfelijkheidsgraad voor stap is aan de lage kant. Ik geef toch de nadruk, leg ik in de afstamming
En ik verwacht dat het in de fokkerij met deze hengstpastap best wel eens een keer wat mee zou kunnen vallen. En dus dat is een klein beetje hoe we er in de praktijk mee omgaan. En dus zoals we daar ook gewoon in de praktijk naar kijken, is eigenlijk ook precies hetzelfde als hoe een fokbare schattingmodel in elkaar steekt. Dus het is geen rocket science, abacadabra. Het is gewoon in principe gewoon een praktische manier van doen. Dus die linkerkenmerken, daar zal de nadruk meer liggen op wat we aan het paard zelf zien. En de rechterkenmerken ligt het meer aan de afstamming. Mag ik wat vragen? Ja. Dit betekent dat dan ook, hè, als je twee mensen hebt met een wat mindere stap, maar één heeft een vader met, hè, of een afstamming met een goede stap, is dat die heeft ook een hogere vatwaarde voor stapvatten? Ja, dat houdt het precies in. De vraag is van hoe gaat het dan met hoe in de praktijk met de vatbare schatting? Ik heb twee paarden met precies dezelfde stap en de ene heeft een afstamming met goede stapverhevers en de andere met minder goede stapverhevers, dan zal die met de goede stapverhevers uiteraard een hogere fokwaarde laten zien. Nou, ik heb een klein praktijkvoorbeeldje van drie volle zussen. Het zijn alle drie Charles uit Marit van de Lange Hegers, dus een beertmerrie uit een Jacob moeder. En de fokwaarde van Charles, nou, die kent u allemaal denk ik wel zo'n beetje. En die van Marit, die staat eronder. En nou goed, als het dan veulen zouden zijn, dan zou de verwachte fokwaarde datgene zijn wat eronder zit. En ik heb dat er even in halfjes er ook bij gezet om het ook in die zin duidelijk te krijgen. Dus dan verwacht je dat die nakomelingen de fokwaarden hebben zoals die daaronder staat. En dat is het gemiddelde van vader en van moeder, dus het gemiddelde van Tjalle en van Marit. Maar goed, de praktijk is altijd anders. Ik zeil wel eens wat meer, bij paarden gaat dat wat minder makkelijk, maar behoorlijk wat in de koeienfokkerij gedaan, dan had je soms bij de embryotransplantatie wel 10 volle zussen. Nou, en dan zie je het verschil. De meesten die komen ongeveer overeen met het gemiddelde van wat je ook verwacht tussen vader en moeder. Een aantal zijn slechter. En als je geluk hebt, dan zitten er ook een paar bij die beter zijn dan wat je eigenlijk verwacht. Nou, zo is het ook met de nakomelingen, de drie volle zussen uit die combinatie van Tjalle en Marit. De eerste is kroond geworden. En ik heb daar de onderbalkcijfers er maar even bij gezet. 7 voor ras, 8 bouw, 7,5 beenwerk, 7,5 stap, 7,5 draf. Voor de snelle rekenaars die zien dat dit precies genoeg is voor een eerste premie. We moeten 7,5 gemiddeld hebben. Dus het is een. Er zijn merries, eerste premie merries of kroonmerries die nog wat een hogere score hebben. Maar goed, het is een beste merrie. En dat vertaalt zich tot een fokwaarde van 104 voor ras. Nou ja, je ziet dat ietsjes minder is dan de verwachting. Gemiddeld scoren onze paarden ook iets boven de 7 voor rastype. Nou, voor bouw zie je dat de fokwaarde hoger is dan wat er verwacht is. Nou, dat is ook te verklaren door die 8 die het paard voor bouw gekregen heeft. Beenwerk hetzelfde verhaal, komt er ook bovenuit. Stap, ja, dan zou je toch verwachten met die 7,5 voor die stap. Van, die moet dan wel een behoorlijke stuk hoger liggen dan wat er verwacht wordt. Nou ja, goed, dan is het toch die wat lage erfelijkheidsgraad voor stap. Dat je zegt van nou ja, we blijven toch iets meer vasthouden aan de afstamming, en dat is de reden dat hij ondanks die 7,5 voor stap toch dicht bij de verwachting van 103 blijft steken. Nou, dan is de draf 7,5 en dat vertaalt zich naar een fokwaarde van 110. Nou, dan hebben we twee derde premie stamboekmerries. Nou, de eerste, Wietske, heeft ook een 7 voor ras. En dat, ik wil niet zeggen dat het dan automatisch ook dat hij dan ook weer op 104 komt. Dat gaat ook 103 of 105 kunnen zijn. Want nogmaals, het kan best zijn dat hij waarschijnlijk op een andere keuring is gekeurd. Andere jureleden, nou goed, daar wordt rekening mee gehouden. Een 6,5 voor bouw, en dan zie je ook dat de fokwaarde de verwachting niet helemaal haalt. 6 voor beenwerk, komt er dus ook onderuit. De stap, een 6, blijft dus ook op 101 steken. Ik zou kunnen zeggen, van met de 6 voor stap zou het misschien dan wel lager kunnen. Maar ook daar houdt hij toch dan de verwachting vast. Nou, dit paard scoort nog hoger dan de kroonmerrie voor draf. En dan zie je ook dat de fokwaarde voor draf ook hoger is dan bij de kroonmerrie. Nou, de laatste, Martje, die scoort wat hoger in de exterieur scores, tenminste voor ras en voor bouw.
En dan zie je een 7,5 voor ras en dan zie je ook dat hij voor ras een hogere fokwaarde heeft dan de kroonmerrie. Nou, dat resulteert in de kroonmerrie een fokwaarde van 107, dus 2 punten boven de verwachting. En bij de ene stamboekmerrie die zit eronder en de andere die zit precies op hetzelfde niveau. He, dus 3 volle zussen. Nou, eigenlijk geeft dit plaatje dat een klein beetje aan. En ik wou hier maar mee aangeven dat dit meer een beetje een goede situatie dat ik 100 volle zussen heb. Uit een bepaalde combinatie. Het gemiddelde van beide ouders is 109. Nou, dan zie je dat de meeste nakomelingen zo rond die 109 zitten. Er zit een aantal zitten lager en er zit een aantal die zit hoger. Nou, en waar heeft dat mee te maken? Heb je daar als fokker, heb je daar invloed op? Helemaal niet. En ja, sommige mensen noemen geluk dan vingerspitsen, want dan hebben ze dat allemaal zo allemaal doorzien en bedacht. Ik hou het toch maar dat het gewoon pure mazzel is. En de andere kant uit heb je gewoon pech. Het kan best zijn dat je dacht dat je een hele goede paar gemaakt hebt, dat het resultaat tegenvalt. En dan zijn we snel geneigd om te zeggen van nou, ik neem maar een andere hengst. Maar het kan best zijn dat je met dezelfde hengst volgend jaar wel een goede hebt. Ik bedoel, dat is de praktijk. Ja, hoe kan dat dan, hè, die spreiding tussen volle zussen? Het is zo dat een hengst en een merrie beide de helft van hun genen doorgeven aan hun nakomelingen. En je hebt er absoluut geen invloed op van welke helft van die genen gaat nu door. En als je nu extreem veel geluk hebt, gaan van beide ouders steeds de beste helft van de genen gaan door. Ja, en dan kom je bij die fokwaarde van 117 uit. En daar streven we natuurlijk naar. En maar dat is het stukje, en dat is ongeveer 50% van het hele verhaal van succes, is afhankelijk van, ja, toch van toeval. Van welk deel. He, wat voor genenpakket zit toevallig in die spermacel die eicel doordringt? En welk genenpakket zit in die eicel die uiteindelijk bevrucht wordt? En daar hebben we helemaal geen invloed op. Zeker. Hier is Zijn deze cijfers hetzelfde voor nakomelingen van één hetzelfde bedrijf? Ja, nou, we hebben het hier over fokwaren, dus dan hebben we eigenlijk al het niet-genetische management hebben al uitgesloten. Geprobeerd. He, dus we hebben het over fokwaren hier, die onderste regel. Ja, maar ik neem aan, dit zijn volle zussen. Willekeurig hebben ze uit een populatie, ja. Ook van verschillende. Ja, dit kunnen vissen zijn, dit kunnen mensen zijn, dit kunnen koeien zijn, dit kunnen paarden zijn. In principe is overal hetzelfde. Dus, dan hoef je ook elk jaar naar een andere hengst. Nee. Nou, dat weet ik niet. Kijk, ja. Ja, nou ja, goed, maar goed, ik had er niet meer zin. Dan had je ook 9 zussen. Ja. Nou, had je ook één die verandert de andere als hetzelfde verhaal. Ja, nee, zo is het. Ja, nou ja, goed, ik bedoel, als je echt overtuigd bent dat je een goede paring had gemaakt, dan zou het misschien goed zijn om daar ook aan te houden en dat toch nog een keer te proberen. Ja, maar het kan toevallig zijn dat je toch pech hebt gehad met toevallig het genenpakket wat in die ene eicel en in die ene spermacel zat. Ja. Volgt het altijd de normaal verdeling of kun je die spreiding ook verkleinen? Nee, dit is exact volgens normaal verdeling. Ja. En dat, zoals we dat in veel biologische processen zien, heeft dat precies deze verdeling. De goed van politiek noemden wij dat vroeger in Wageningen. Politiek, dat was de professor. En die was eigenlijk de eerste die met dit soort zaken kwam in Nederland. En zo, die Gauss-Krommen heette daardoor de hoed van politiek. Kijk, dat is het beeld wat het volgt. Zie, waar we wel invloed op hebben, dat geeft het volgende plaatje aan. Zie, die donkerblauwe, die heeft hebben de ouders een gemiddelde fokwaarde van 109. En de lichtblauwe heeft een gemiddelde fokwaarde van 103. Dus de kans dat je een goede krijgt, is bij die donkerblauwe natuurlijk een stuk groter. Maar het kan zo zijn dat uit de combinatie, de lichtblauwe combinatie, je uiteindelijk een nakomeling krijgt die beter is dan uit de donkerblauwe combinatie. Dus als je uit die lichtblauwe combinatie je geluk hebt gehad en in de donkerblauwe combinatie pech, dan kan het zo zijn dat uit de combinatie van die lichtblauwe dat je daar toch een beter veulen of driejarige of wat dan ook maar. Soms dan zien we wel eens een paard op een keuring lopen en denken van hoe is het mogelijk, een paard met deze afstamming
en toch een eerste premie en toch zo'n goed paard. Dat kan gebeuren. Hè? Dus ik bedoel, dat is in principe de factor pech en de factor geluk. In de fokkerij noemen we dat Mendelian sampling, maar dat moet je snel weer vergeten. En Mendelian, dat heeft te maken met Mendel, hè? Dat is eigenlijk een beetje de grondlegger van de hedendaagse genetica. Als je de fokpaarden van zo'n weerblauwe die helemaal rechts ligt, is die dan weer hoger dan de blauwe? Ik heb dan ook een denkmoeschrift van zo'n gelukje. Nou ja, dat zie je. Als je dus met die lichtblauwe een extreem veel geluk hebt, dan kom je op een fokwaarde van 111 uit. Hè? Dan moet alles mee zeggen. En dan zit je dus hoger dan het gemiddelde van de donkerblauwe combinatie. En dat is ook echt zo? Ja. Ja. Maar hoe kan dat dan? Je zei in het begin van, je zei van, je vader. Nakomelingen tellen bijna niet, zei je. Dus nou, bij mij is het niet omdat we zo weinig nakomelingen hebben. Dat snap ik. Maar dan kun je toch zo'n grote spreiding krijgen. Hoe kun je dan zo'n stuk omhoog komen? Maar ik dacht namelijk dat het niet kon. Maar dat is het wel. Nou ja, elke heb je heel goed paas. Ja. De fokwaarde gaat hier omhoog. Ja, de onderste regel is de fokwaarde. Ja, dus gemiddeld zit die lichtblauw op 103. Nou ja, dan zeggen we nog niet hoog genoeg. Maar als je nu toevallig van beide ouders, van die 103 gemiddeld zijn, de beste genen doorgekregen hebt, kun je toch op 111 komen. Ik vertelde in het begin dat het rekenmodel, daar geen rekening mee. Maar heel concreet. Nou ja, goed. Het blijft bij de vader. Nou ja, oké, op een gegeven moment is het zo. Op een gegeven moment is het zo dat, kijk, als ik een veulen heb, dan heb ik die informatie niet. Dus ik stel je voor, ik heb twee veulens. De ene dat is donkerblauw en de andere is lichtblauw. Dan zal de fokwaarde op dat moment van 103 zijn en met de andere 109. Ja? Als driejarige, dan komt de informatie binnen. Ja, dus dan blijkt die lichtblauwe een eerste premie stermerrie te worden. En die donkerblauwe, dat blijkt een stamboekmerrie te zijn zonder premie. Ja. Of een veulenboek. Ja, kan ook. Nou ja, dan gaat de fokwaardeschatting gaat veranderen. Hè. Dan gaat die fokwaarde van die lichtblauwe, die op 103 stond op basis van afstamming, doordat het een heel goed paard is, eerste premie met hoge scores in de lineaire score en de onderbalk, ja, dan gaat die fokwaarde misschien al opschuiven van 103 naar 107. En stel je voor dat je die lichtblauwe Mary, dat je er ook nog eens een keer 5 eerste premie nakomelingen uit fokt. Nou, dan zegt het fokwaardeschattingsmodel, dit paard is veel beter dan we in eerste instantie verwacht hebben. Dus het is fokwaarde veranderen ieder jaar op basis van weer nieuwe informatie. Maar dan is het niet helemaal waar wat je begint te zeggen. Dan is dus de eigen prestatie en de eigen nakomelingen gaan uiteindelijk wel zwaar. Jazeker. Nou ja, zwaar. Anders kom je niet 4-5 punten omhoog. Nou nee, maar goed, ik bedoel, dit zul je bij Mary's ook niet zo snel krijgen. Dit is meer een plaatje wat je ook bij hengsten ziet, als je echt veel nakomelingen gaat krijgen. En dat zijn de. Ja, als je kijkt naar over het algemeen, er zijn er weinig voorbeelden van, maar een hengst als Sjalle, als je daar de afstammelijk fokwaarde had op basis van zijn beide ouders, en wat hij uiteindelijk gehaald heeft op basis van meer dan 100 nakomelingen, ja, dan zie je dat hij iets van 6 punten erboven uitgestoken is. Maar dat zijn echte extreme, komt heel weinig voor. Ja, nou ja, goed, als we middels embryotransplantatie ook meer nakomelingen van de merrie zouden kunnen krijgen, zou je hetzelfde effect zien. Ja, maar het probleem is, en dat zul je ook zien als we naar de betrouwbaarheid kijken, dat deel heb ik uit deze presentatie gelaten, dat de fokwaarden van Mary's ook een lagere betrouwbaarheid hebben, omdat je alleen maar de ouders hebt, de eigen informatie en hooguit een stuk of 10 nakomelingen. En bij hengsten is het natuurlijk een heel ander verhaal. Die halen 99% betrouwbaarheid als er op een gegeven moment 500 nakomelingen gekeurd zijn. Dat is het verschil. Vraag je nog? Je zei de fokwaarden van het paard kunnen dus veranderen gedurende het leven. Als je de fokwaarden van een paard opzoekt, staat er dan bij wanneer de fokwaarden geüpdate zijn? Ja, het is zo dat wij. Dat is een goede vraag, want we krijgen regelmatig telefoon. Dan is er een paard op de keuring geweest. Heeft een eerste premie gekregen en dan krijg je telefoon van de fokwaarde is nog niet veranderd. Zo werkt het niet.
We doen dat één keer per jaar en dat doen we altijd in een week na de eerste bezichtiging. En dus dan komt er, hebben we direct een paar honderd hengsten die erbij komen. En dat is het moment dat die fokwaardeschatting gedaan wordt. Dus altijd staat daar een datum bij, zo rond 20 december. Dat kun je in mijn KVS ook vinden. En er worden alle paren, ook paren die al 50 jaar dood zijn, worden weer opnieuw berekend. Ook de merries, ja. Dit mag ik maar zeggen. Als je terugkomt even hier, mag dat één stap terug? Precies. Als je dus beginnend vokken met een tweede registermerrie begint, zeg maar, dan is je kans, als je 10 keer dezelfde hengst gebruikt, nog veel groter dat je een groei krijgt dat je elk jaar een andere neemt. Want uiteindelijk krijg jij een keer, om mijn oude buurman te spreken, jouw oma aan de deur. Ja, nou, zo werkt het niet helemaal. Nou ja. Stel je voor, nu heb ik een euro. Ja. En ik gooi hem 9 keer omhoog, 9 keer kop. Ja. En dan vraag ik aan jou, heb er wel een kans 50-50 is. En nu vraag ik aan jou, ik gooi hem nu de 10e keer omhoog. Welke kans is groter, dat die kop of dat die munt is? Niet zo slecht. Oké, nou ja. Nee, maar vraag maar antwoord. Nee, maar je zit. Maar je toch niet waar. Als je iedere keer spit, heb je nooit de kans om dat te bereiken. Nou ja, je hebt elke keer dat jij een inseminatie doet, het is gewoon net zo doen met de staatsloterij. Ik bedoel, dan kun je zeggen van ik neem elke keer een lot dat eindigt op een 6. En op een gegeven moment dan is de kans groot dat hij een keer 6 wordt. Maar het maakt helemaal niks uit. Dus het maakt ook niet uit of je nu switcht of wat dan ook maar. Dus uiteindelijk kunnen we aan het einde van deze avond zeggen, gok is gok. Dat is niet waar. Je moet het anders. Je moet het model is anders. Je zegt niet iedere keer dat je het 50-50. Dan is helemaal de voorkant klaar. Je zegt, ik gebruik het 10 keer. Dus dan kan ik 1 van de 10 keer. Is veel groter dan mij. Ja, maar dat is waar. Alleen het maakt niet uit welke hengst je dan neemt. Dat was een stelling. Nee, ik zei als je de 1-1-10 doorgaat. Ja. Dan is het. Ik denk dat we deze met 3 biertjes nog een keer over doen. Dank u wel. Dat is niet veel. De kwade moet je pakken, die shell. Nou goed, hoe zit het dan in die top 100 fokwaren? Op zich wel aardig hebben merries. Ook hier staat in december 2018 bij, dat is de laatste keer dat we gepubliceerd hebben. Daar zit. En even kijken ook naar de predicaten. Je zou misschien verwachten van nou ja, we hebben makkelijk 100 modelmerries, dus die zullen ook wel. Er zullen ook wel 100 modelmerries in de top staan. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Het is zelfs zo dat we 5 stamboekmerries in de top 100 hebben staan. De grootste taartpunt, dat zijn toch de stermerries, dan de kroonmerries, modelmerries 9 en slechts 2 preferente merries. En ja, je vraagt je misschien af van hoe kan dat, want de preferente merries, dat zouden toch eigenlijk de goede fokmerries moeten zijn. Het punt is dat bij die stermerries natuurlijk een heleboel potentiële preferente merries zijn, hetzelfde geldt voor die kroonmerries. Als je gewoon kijkt naar wat de gemiddelde leeftijd is, dan is de gemiddelde leeftijd van de sterren en de kroonmerries echt een stuk lager dan van de preferente merries. En je hebt nog van de hengsten die nu de lijsten aanvoeren, kom ik straks nog even op, zoals Beert en Norbert en dat soort hengsten. Ja, daar zijn eigenlijk nog geen preferente nakomelingen van. En die hengsten die zijn toch wel grensverleggend goed geweest in hun vererving. En dat is ook de reden. En dat geeft ook aan dat het best kennelijk toch met al die kroonmerries, al die stermerries, al die modelmerries, dat er stamboekmerries zijn die best interessant zijn voor de fokkerij. Een van de hoogsten hebben we vorig jaar ook in de toelichtende tekst bij die fokwaren ook wel genoemd. Dat is de merrie Twinka. Staat zelfs op plek 24 en dat maakt echt niet uit of je nog 24 of 56 staat. Dat moeten we ook een beetje relatief bekijken. Maar dat is een derde premie stamboekmerrie van Bartle uit een Beert Merrie.
Maar die had wel 83 punten in de HBFP-test. En nou ja, goed, dat zorgde er nou voor dat de fokwaarde voor beweging natuurlijk behoorlijk omhoog gegaan is. En nou ja, goed, een derde premie stamboekmerrie met een HBFP van 83 punten is denk ik ook voor de fokkerij absoluut een interessant paard. En wat we in het verleden wel eens zagen, is dat er een hoop interessante stamboekmerries, dat die toch niet voor de fokkerij ingezet zijn. Terwijl ze best een heel stuk interessanter kunnen zijn en waardevoller en genetisch beter dan een heleboel stermerries. Dus dit bekijkt het toch een klein beetje op een andere manier dan dat je strikt naar de predicaten zou gaan kijken. Daar heb ik een mooi voorbeeld van. Ik kocht herten als veulen uit een veulenboekmerrie. Ja. En het is de verrichting topper en wat laat die goede nakomelingen zien. Ja. Hoe moet ik dit in verhouding zien? Ja. Nou ja, Hette die wordt als voorbeeld, wat hier even naar voren gehaald, was toen, ik ben wel de goedkeuring, best wel een discussie over. Ja. Ja, Mary, die moeder zou voor donkere maand zijn geloof ik, of niet, soms zelfs in de vriezoog heb ik ergens gelezen. Maar goed, wel een paard uit een goede familie. De Hengstekeuringsjury heeft toen gezegd van, nou ja, daar durven we een keer over één, wat misschien wat minder goede schakel, durven we overheen te stappen. Moeders vader wel een goed fokker en hengst ook, hè, Rendert. Ik bedoel, dat was toch, heeft toen besluiten om daar eens een keer overheen te stappen. Eigenlijk met dezelfde gedachtegang als wat je hier dus ook, wat je ook ziet. En dat was dan een stamboekmerrie zonder premie. Toen was het natuurlijk een pot veugel. Ja, ja. Toen ik de lengte koos. Ja, zo zie je maar. Nou ja, goed, dus. Het geeft eigenlijk aan dat je op basis van fokwaarden wellicht beter medisch kunt selecteren dan middels het predicaatstelsel. Er is ook de vraag gesteld, en die is ook denk ik in de uitnodiging stond die wel, van ja, is het niet zo dat als we gaan selecteren op basis van fokwaarden, dat we nog een groter inteelprobleem gaan krijgen. En dat is natuurlijk wel iets wat we in de gaten moeten houden, want we zitten nu met onze inteeltoename in een veilige situatie. Maar je wilt eigenlijk dat ook liefst zo houden. En we weten allemaal dat selectie leidt tot inteelt. Dus hoe je ook selecteert, of je nu selecteert op predicaten of op fokwaarden of wat je ook doet. Als je selecteert, dat betekent dat je de beste genen gaat gebruiken, de beste dieren gaat gebruiken. Maar dat betekent ook dat je een heleboel genetisch materiaal eigenlijk aan de kant schuift. En wat je dus ook kwijtraakt, waardoor eigenlijk ook inteelt ontstaat. Maar ik denk dat het een feit is dat als je gaat selecteren op basis van fokwaarden, dat je inteelt nog veel harder omhoog gaat. En eigenlijk kun je dat wel herleiden als je naar die top 100 keek, zoals die in december ook gepubliceerd is. En dan zie je wel dat een heel beperkt aantal hengsten voor het vaderschap tekent van die paarden die in die top 100 staan. En 37 van de 100 zijn al afkomstig van Beert en 19 zijn er van Norbert. Nou, en als je dan nog verder kijkt, dan zijn van die 19 Norbert zijn misschien de helft nog weer uit een Beertmoeder. Dus dat is een klein beetje het beeld. Dus als we op die fokwaren, echt alleen op die fokwaren zouden gaan selecteren, dan zouden we uiteindelijk een enorm inteelprobleem gaan krijgen. Dat is ook precies de reden geweest dat wij eigenlijk tot nu toe de hengsten altijd maar mooi op hun stamboeknummer volgorde gepubliceerd hebben en nooit op volgorde van fokwaarde. Om dat ook niet nog verder te benadrukken. Maar eigenlijk is dat ook wel weer een beetje tegenstrijdig. Want je zegt van nou ja, je breekt die fokwaarde, je schat die fokwaarde ook om de betere hengsten te identificeren. En ja, vanwege inteel wil je dan eigenlijk dat die dan weer wat minder gebruikt worden. En dat is natuurlijk een lastig dilemma. Als we verder dan nog kijken, het aantal verschillende vaders van die top 100, dat waren er maar 15 verschillende. En dus die 100 paarden die staan maar af van 15 hengsten, waar dus twee heel erg dominant aanwezig zijn. Dan hebben we nog Dries, dan hebben we Tjalle en dan hebben we nog Alwin, die eigenlijk het grootste gedeelte van de rest doen. En dan zijn er nog een stuk of 10 hengsten die misschien met één nakomeling in die lijst vertegenwoordigd zijn. Nou ja, dat is natuurlijk niet een goed gegeven. Ik heb ook even gekeken van wat is nu het gemiddelde verwantschappercentage van die top 100. Nou, dat geeft het ook al aan. Dan zit je op 18,1. Gemiddeld in de populatie is ongeveer 17,5. Dus dan zie je wel dat je dan al heel snel ook meer in het hoge verwanten zit. En dat zal in de komende generaties dan weer leiden tot meer inteelt. Nou ja, dit is het lijstje. Het zal voor de mensen achter in de zaal wat lastiger te lezen zijn. Het scherm is niet groter.
En dit is een klein beetje een ander lijstje dan dat we in december gepubliceerd hebben. We hebben in december hebben we nog een lijst voor exterieur gepubliceerd en een lijstje voor sportaanleg. En waar we dus bij exterieur ook stap en draaf aan de hand in de fokwaren hebben en in de sportaanleg de fokwaren gebaseerd op de ABFP en de IBOP gegevens. Nou, we hebben gezegd van ja, we gaan straks ook fokwaren krijgen voor karakter en misschien komt er nog wel meer bij. We moeten dit eigenlijk proberen weer wat een beetje terug te brengen. Dus we hebben gezegd van we gaan die fokwaren voor stap en draf, die gaan we integreren. Hè, dus de gegevens uit de keuringsgegevens en uit de frissingstesten, die gaan we bij elkaar doen. Waarbij het wel zo is dat in principe de gegevens uit de frissingstesten zwaarder wegen, omdat dat dichter bij het fokdoel staat. We fokken niet paren die aan de hand goed kunnen lopen, dat is natuurlijk wel mooi. Maar met name dat ze ook belast, aangespannen, onder het zadel goed bewegen. Ik zie er nog een aantal paren bij staan die geen fokwaarde hebben voor galop. En dat zijn die paren waar we alleen maar gegevens hebben van het keuren aan de hand. En dus alle paren waar wel een fokwaarde staat voor galop, daar betekent het dus dat de gegevens vanuit de keuringen en vanuit de AWFP-test of IBOP daarin zijn meegenomen. Je ziet in dit lijstje al wel dat dat hele beperkte vaderbeeld wordt hier ook wel weer zichtbaar, veel beert. En je ziet ook dat het verwantschappercentage best hoog is. Dus dit illustreert nog een keer van ja, als dit nu de paden zijn en nu kunnen we bij de medisch is embryotransplantatie eigenlijk maar beperkt. Ik zie proberen we daar nog wat meer gas bij te geven. Maar als het nu zo zou zijn, zoals in de rundveewereld, waar je met gemak op jaarbasis 50 embryo's uit een koe spoelt, ja, dan zou je binnen de kortste keren in onze fokkerij natuurlijk vast gaan lopen, ook als je naar dit plaatje kijkt. Maar dat kan ook anders. Wat we willen gaan doen, en dat zal aan het eind van het jaar geïntroduceerd worden, dit is eigenlijk de eerste keer dat we dat ook laten zien, is dat we een totaalindex gaan maken waarin wij naast de gegevens van exterieur en sportaanleg, dus beweging, dat we daar in principe het verwantschappercentage in meewegen. Nou, het verwantschappercentage ziet u geel aan de rechterkant van de gele kolom. En daar hebben we een kolom naast gezet en dat hebben we maar bloedspreiding genoemd. En dan hebben we eigenlijk het verwantschappercentage omgezet naar eenzelfde systeem als waar we in de fokwaardeschatting ook mee werken, namelijk een gemiddelde van 100. En dus als je ervan uitgaat dat 17,65 het gemiddelde verwantschappercentage in de populatie is, dan zie je dat bij 17,6 dat daar bij bloedspreiding een 100 staat. Nou, dan staat er een alke staat ergens, Vanessa van Moravia, met een verwantschappercentage van 16,2 en die heeft dan een bloedspreiding van 112. Waardoor in principe verwantschap volledig te vergelijken is met de fokwaarden zoals we die kennen van exterieur en sportaanleg. Nou, en wat we nu gedaan hebben, als je nu de fokwaarde voor exterieur en sportaanleg, als je die nu 5 keer weegt en het verwantschap weeg je 1 keer, dan is het zo dat er geen correlatie meer zit tussen de hoogte van de totale index en het verwantschapspercentage. Met andere woorden, of je dan hoog in de lijst staat of laag in de lijst, dan zal het niet zo zijn dat die hoog in de lijst zijn een hoger verwantschapspercentage hebben, zoals we dat in de vorige sheet wel zagen. En je ziet dat er nu paden naar voren komen die op de eerste lijst niet stonden. En dan zie je inderdaad dat daar nog steeds beerten tussen staan, maar die dan toch vaak wat ander bloed vanuit de moederlijn hebben. En nummer 1, die Miranda van de Aldermettenmaten, die komt uit de Nammen en daarvoor zit een Peke. Sanne TT, daar zitten Erik en Naan achter. Fenna K. Er zit een Bente, een Fabe en een Lammet achter. Mara, dat was een beert uit een Naan. Nou ja, die Vanessa van Moravia uit Tsjechië, dat is een alke uit die Mara. Hè, de beert uit de Naan. Ja, dus je ziet dat ze met name toch ook wel een bloedspreiding halen uit de moederlijn. En ik wil niet zeggen dat dit allemaal laag verwante dieren zijn, maar dit zijn eigenlijk
de merries die het beste evenwicht hebben tussen aan de ene kant hun fokwaarde en aan de andere kant hun verwantschap. Nou, dat is eigenlijk de manier waarop we dat willen gaan doen. En dan zul je ook zien dat je op deze manier wel de paarden op volgorde kunt zetten op basis van hun totaalindex in dit geval, zonder dat dat ten koste hoeft te gaan van intiltoename. Het komt hier nog even in beeld. De oude top 5, top 100 om het zo maar te zeggen. En dan met de huidige fokwaarden en met de totaalindex. Dan begint het al, dat we zo net gezien hebben, dat de top 100 bestond uit maar 15 vaderdieren. En dat in de nieuwe, met de totaalindex, dat 24 zijn. Nou, beertnakomelingen, nog steeds ook in de tweede lijst, is hij natuurlijk sterk vertegenwoordigd met 24, maar wel minder dan in de huidige situatie. Normend hetzelfde verhaal. Nou ja, en wat je ziet is dat het gemiddelde verwantschappercentage van 18,1 naar 17,4 is gegaan. Nou. Gaan jullie dat ook voor de hengsten doen? Ja, de vraag is, gaan we dit ook voor de hengsten doen? Nou, daar zijn we wel mee bezig. Ik bedoel, dit is nog maar het zou straks in de praktijk best eens wat anders uit kunnen zien. Nou, dit zijn nou juist de dingen waar de fokkerijraad over vergadert. Ik krijg wel eens een vragen van waar houdt de fokkerijraad zich nu mee bezig? Nou, onder andere met dit soort dingen van hoe moeten we nu dat verwantschap inwegen ten opzichte van de fokwaarde voor exterieur en sportaanleg. Nou, daar zijn we dus nu mee bezig. En ook die verhouding, ik heb zo net gezegd 5 tot 1, nou ik zou kunnen zeggen van we maken 6 ten opzichte van 1 of 4 ten opzichte van 1. Hey, je kunt ook zeggen van nou ja, een beetje meer inteelt toename, dat mag op zich wel. Dus dat zijn eigenlijk de wezenlijke discussies. Ja, want dan zou je dus in principe eigenlijk minder dat inteeltprobleem krijgen als je zo de verwantschap erin. Nou, precies. Precies. Nou ja, goed, eigenlijk doen we dat nu ook al. We doen nu een klein beetje houtje-touwtje. We zeggen van, nou, fokwaarden, de kwaliteit van een hengst is belangrijk, maar zijn verwantschap is ook belangrijk. Nou, dat hebben de fokkers, de leden, heel goed opgepakt. De laagverwante hengsten die zijn best populair. Dus men houdt er al rekening mee. Alleen op deze manier hebben we dat even op een goed onderbouwde manier, zetten we dat in een lijstje. Maar en eigenlijk is de bedoeling dat we dit voor de hengsten ook doen. Ja. Maar dat het een lager gaat worden qua verwantschap, ja, ik geen twijfel eraan. Maar als je nou ziet, de laatste lichting hengsten, die hebben het ook over de toppers, hè, ja. Anders en zo met allemaal. Ze hebben allemaal een hoger verwantschap, die krijgen veel zonen, die krijgen garanderen veel zonen. Ja. Dus dan wordt het er steeds meer. Ik zeg je, verwantschap, ja, jij zegt dat wordt veel meer. Nou ja, maar dat is wat een andere discussie. Want ik bedoel, ik kan het. De opmerking van Peter is van ja, jij zegt nu van die verwantschap gaat naar beneden, maar ik moet dat nog zien. Ja, dat is een beetje afhankelijk van wat u doet met elkaar. Dat kan ik niet veranderen. En ik bedoel, als we nu straks van die 50 hengsten die nu straks aan het onderzoek beginnen, dat alleen maar Johannessen zijn die over blijven, ja, dan gaat dit verhaal natuurlijk niet op. Maar ik denk dat we op dezelfde manier, en dat gebeurt eigenlijk ook al, want dat kunt u ook gewoon zien, dat op dezelfde manier de hengstenselectie ook moet plaatsvinden. Ja. En dus wij gaan na de eerste bezichtiging zetten we die hengsten, kunnen we op dezelfde manier kunnen we al op volgorde zetten. En dan zeg ik niet dat de hengstenkeuringsjury dan gewoon moet zeggen van nou, we nemen de hoogste 30, hè, want zo werkt het niet. Ik bedoel, we moeten het ook niet over theoretiseren, maar in principe werkt het wel op die manier. En een hengst die een lage verwantschap heeft, die geef je wat langer de kans. De nummer 1 hengst van de eerste bezichtiging hengst, was die mooie Faber uit die... uit die Dries Merrie die nou ja, niet op de tweede bezichting is geweest, volgens mij vanwege sterma aangelegenheid. Maar dat was natuurlijk dat was de hoogste hengst geweest van die lichting van de afgelopen hengstkeuring. Nou, wat je ook ziet is dat de gemiddelde fokwaarde met de huidige methode van de top 100 is 106,6. En met de totaalindex is die 106. Dus je wint wat in verwantschappercentage en je levert gemiddeld 0,6. Aan fokwaarde lever je in. Het is niet zo dat het altijd een win-win is. Maar ik denk dat het op zich best acceptabel is dat we op deze manier toch zorgen dat de verwantschap binnen de normen blijft. En dat we niet, dat inteelt niet extreme normen gaat aannemen. En dan vind ik dat als we daar een half punt fokwaarde op inleveren, dat lijkt mij een hele acceptabele werkwijze. Dus dat staat er te gebeuren. Dus dit is nu dit is nog under construction. Fokkerijraad zit hier ook, zie ik wel. Dus ik kan wel weer dat we de volgende vergadering zeggen. Jongens, dit gaat nog de wereld niet tegen me over, maar dat zien we dan wel weer. We zijn natuurlijk met nog meer dingen bezig.
hervokbare schatting voor karakter, gaf ik al aan. Het is, die zijn van plan ook eind van het jaar te gaan publiceren. Daar zijn we ook druk mee bezig. En het is uiteindelijk ook zo dat we die, dat karakter, dat we dat ook weer in gaan wegen in die totaalindex. En hoe gaan we dat doen? En dat is eigenlijk een vraag die wij aan u stellen. We zijn op dit moment bezig met een rondje door het land met stellingen om ook aan het meerjaren beleidsplan te werken. En ook aan het nieuwe vakdoel te werken. Ik zit een beetje in de nachtdienst, zei ik al. Wel een vraagje trouwens. Ik begrijp op zich heel goed vanwege de indruk dat je dat doet, hè, met de vakwaardeschatting en de indeeltverhaal, dat je dat meeneemt. Maar in principe zegt een laag verwantschap toch niks over hoe goed u baas gaat fokken. De vraag is van, ik snap dat het verwantschap wordt ingewogen, maar het verwantschap zegt niks over hoe goed een paard gaat fokken. Nee, dat is ook zo. Alleen, en je verweegt het wel in de vraag. Ja, nou ja, goed, daar kun je vragen bij stellen. Het is ook appels en peren vergelijken, maar wij vinden toch, hè, en zo waardeert u dat ook, dat laag verwant zijn, dat het toch een waardevee wordt. En als ik op marktplaats kijk, van er wordt een paard aangenomen, als het een laag verband is, staat het erbij. He, dus dit is een plus geworden. He, dus, en een hoog verband, hoeveel keer waarde te hebben? Nee, dat kan ook. Ja, maar het is toch mooi dat je een brede genetische pool houdt? Ja, nou ja, goed. Want anders hebben we straks, weet ik wel. Dat gaat het vorige plaatje ook aan. He, dat vind ik ook, he, maar het gaat om wat is de definitie van iets? He? Wat is de definitie van een vakwaarde? Ja. Wat is de definitie van dat? Ja. En hoe bekijk je de dingen? En als je het allemaal door elkaar gaat gooien, ja, wat heb je dan? Ja, in de koeienfokkerij hadden we dezelfde discussie. En daar werd in eerste instantie de totaalindex helemaal in eurotjes uitgerekend. Totdat de fokkers zeiden van ja, we willen toch ook wel een mooie koe hebben. Ja, en probeer daar nu maar eens een keer een economische waarde aan te koppelen. Die was er eigenlijk niet. Maar ja, op een gegeven moment heeft het stamboek gezegd van jongens, ja, als onze leden toch graag een mooie koe willen zien, dan moeten we dat toch inwegen in de totaalindex. En toen hebben ze dat eurotje maar achter weggehaald en er maar een getal van gemaakt. En dat is een beetje de discussie. Ja, maar het zijn wel instrumenten om de fokkerij te sturen. En als onze instrumenten waar we de fokkerij mee sturen zou leiden tot extreme inteelt, dan doen we niet goed. Nee, dat kan. Ja? Maar ik snap wel een beetje de terughoudendheid. Want je zegt van ja, dan staat er een hengst hoog omdat hij laag verwant is en mijn paarden worden er niet beter van. Nou, dat is het ultieme dan. Ja, maar ja, goed, dat is dezelfde discussie met het klimaat. We vinden allemaal dat we daar wat aan moeten doen. Bijna allemaal. Maar we niet. We niet. Ja, en de hoogste stemmen. En maar ja, als we er zelf voor moeten gaan betalen en zo, dan wordt het altijd alweer wat ingewikkelder. Hè? En dat is met inteelt. Het is anders dan dit. Ja. Ik ken net zei van, dan heb je een hoge fokwaarde en heb je een beter paard. Van daar gaat het dan even over. Ja, nee, dat is zonder meer. Als je dat dan maar weet, dan is ook zo. Wat wordt het bestaan onder karakter? Wat is goed en wat is niet goed? Ja, dat is natuurlijk altijd het lastige met karakter. We hebben de discussie destijds in 2012 op breed ingezet. We hebben maar liefst 18 karakterkenmerken hebben gedefinieerd. En dat is best wel veel. En dat zijn allemaal zaken die enerzijds te maken hebben met het gemak in het gebruik. Hè, want dat is eigenlijk datgene wat we gemakkelijk in omgaan, hè, dat je een week kunt blijven staan, braaf en dat soort dingen, hè, waar het visiepaard ook uniek door is. Dat willen we niet prijs gaan geven, dat willen we niet verliezen. En aan de andere kant heeft het te maken met dingen die te maken hebben met trainbaarheid, hè, met sensibiliteit, reactie op hulp. Nou, we hebben al vastgesteld op basis van de data dat die twee zaken toch lichtelijk negatief gecorreleerd zijn. Met andere woorden, als wij voor sportpaarden gaan selecteren, krijgt automatisch het karakter wat erbij hoort, dat je dan heel geleidelijk toch die betrouwbaarheid van het paard toch gaat verliezen. Nou, dat willen we dus niet. En de gedachte is dat we eigenlijk twee fokwaarden voor karakter gaan krijgen. De ene zal heten betrouwbaarheid of berekenbaarheid. En de andere zal iets te maken hebben met trainbaarheid. En goed, een van de vragen, een van de stellingen, volgende week, wat is het, dinsdag, woensdag in Drachten, zal zijn van, ja jongens, hoeveel mogen we nu prijsgeven in karakter ten gunste van een verbetering van sportaanleg van het Friese paard. Dat is een fundamentele discussie. En wij vinden dat de leden het daar eigenlijk dat moeten aangeven van hoe ver we daarin in zouden moeten gaan. Er is ook nog een hele preventieve component in het karakter. Ja, absoluut. Net zoals keuringen hebben we daar ook een heleboel dingen die niet genetisch zijn. Dat is het. Dus we hebben daar dezelfde exercitie gedaan als wat we bij die exterieurkenmerken gedaan hebben. We hebben nu erfelijkheidsgraden geschat en dan zien we ook dat het eerste ene karakterkenmerk veel meer erfelijk bepaald is dan het andere.
Nou goed, dus met hetzelfde kunstje, om het zo maar te zeggen, gaan we daar die vakbaden mee schatten. Maar de gedachte is, de eerste avond was in Apeldoorn, waar de leden duidelijk hebben aangegeven van nou, daar mag de meerderheid van de leden die daar waren, van we mogen niet inboeten in de betrouwbaarheid van het visbaar. Nou, daar kunnen we mee aan de slag. En zo kun je het dan ook inwegen in een totaalindex. Net zoals we gezegd hebben van selectie van sportaanleg en exterieur mag niet ten koste gaan van inteelt, van bloedspreiding. Nou, op dezelfde manier gaan we daar ook weer mee aan de slag. Dus dat is karakter. Er zal wel het nodige nog over gepubliceerd worden. Hoe doe je dat bij klachten dan? Want dan heb je inderdaad wel van de Heemsten informatie, maar dat is ook een medisch, weet ik niet. Ja, goede vraag. De vraag is van hoe doen we dat met karakter? Heemsten en medisch, nou ja, dat zal met name een Heemstenverhaal gaan worden. Ik bedoel, we doen dat bij de AWFP-testen. En dus we hebben voor alle Heemsten hebben 20 nakomelingen met karakterinformatie. En dat is eigenlijk wat aan de krappe kant. Hè? Maar, één karakterscore van één paard, van één merrie, daar kun je heel weinig mee. Of kun je eigenlijk helemaal niks mee. En dus dit zal met name een hengstenverhaal zijn. Maar ik denk dat al heel belangrijk is, dat u straks in de hengstinformatie, naast informatie over exterieur en sportalarm, dat daar ook iets staat over de vererving van het karakter van die hengst. En dan is het ook maar net wat u zelf belangrijk vindt. Hè? Dat is nu natuurlijk ook zo. Ik bedoel... Merrie krijgt ook een inleiding. Nou goed, dat... Ik denk dat nu nog niet, want ik bedoel, daar krijgen wij fokwaarden met een dermate lage betrouwbaarheid dat we zeggen van ja, die kunnen we niet publiceren. En plus, het zijn ook alleen maar die paren die dan in de AWFP-test zijn geweest. Dus dat zijn er nou ja, tussen de 100 en 150 per jaar. Daar laat ik ook een druppel op een groeiende plaat. Nou, het laatste is resultaten in de competitiesport toevoegen. Het is nu zo dat wij... De sportaanleg nu alleen nog maar baseren op AWFP-testen en IBOP. En ik krijg wel eens een keer vragen van mensen zeggen van nou, nu loopt mijn paard die loopt in de subtop. En heeft toch geen fokwaarde of een lage fokwaarde en hoe kan dat nu? En dat heeft puur mee te maken dat wij tot nu toe die gegevens uit de competitiesport niet hadden en dus ook niet konden gebruiken voor de fokwaardeschatting. Nou, daar is sinds kort is daar verandering in gekomen. Het is ook zo dat de sportgegevens, de sportstanden van de paarden, voor zover die bij de KNS bekend zijn, binnen nu een paar weken ook in mijn KFPS op te zoeken zijn. En die dan ook een paar keer per jaar geüpdate worden. Zodat ook naast alle keuringsinformatie, afstammingsinformatie, nakomelingen, dat dan ook de sportgegevens opgevraagd kunnen worden. Nou ja, goed, dan is het natuurlijk ook zaak om die in de vakwaardeschatting voor sportaanleg, om die daar ook in mee te gaan nemen. Maar goed, dat is nog iets wat in ontwikkeling is. Het aantal paarden met sportstanden is ook nog niet zo heel erg groot. En we weten, als we praten over erfelijkheid, dan is de erfelijkheidsgraad van competitiesportinformatie is heel erg laag. Als je dat vergelijkt met die ik zo net liet zien, dan die van competitiesport. En je kunt je ook voorstellen dat daar natuurlijk een enorm ruitereffect is, hè, wat er ook moeilijk uit te filteren is. Omdat het niet zo is dat er ruiters zijn die een paar honderd paarden rijden. En dan zouden we het ruitereffect eruit kunnen halen, maar dat valt niet mee. Dus dat zorgt er ook voor dat ook toch wel lastig is om daar op een goede manier om die mee te nemen in de voetbalschatting. Nou, de laatste sheet. Een paar conclusies. De eerste, dat naar onze gedachten de fokwaarden de meest nauwkeurige inschatting geven van de genetische aanleg van een paard. Dus in die zin betere informatie geven dan predicaten. Het kan dus zo zijn dat je stamboekmerries hebt die foktechnisch interessanter zijn en foktechnisch ook beter zijn dan stermerries. En dat weten we in de praktijk ook. Ik bedoel, als we ons straks een beetje boos maken, dan noemen we zo'n rijtje met 10 modelmerries op die waardeloos gefokt hebben. Je kunt zeggen, misschien wordt de goede hengst gebruikt, dat zou ook kunnen. De tweede is dat selectie op fokwaren daardoor ook effectiever zou zijn. Hè, dat ook tot betere resultaten zal leiden, tot meer genetische vooruitgang. En de derde conclusie is dat als we verwantschap gaan meewegen in het totaalindex, zoals ik het laten zien, dan hoeft selectie op de totale index of selectie op index hoeft niet ten koste te gaan van bloedspreiding.
Belangrijk is wel dat, dat we fokwaarden moeten blijven zien als een hulpmiddel. Ik zie nu alweer mensen die zeggen van nou, ik heb een hoge merk, dus zoek ik de hoogste hengst. Dus gewoon hoog keer hoog en dan krijg ik iets wat hoger is. Ja, dat is... Dat heb ik in andere fokkerijen ook volledig mis zien gaan. Het is natuurlijk zo dat je altijd naar de paarden achter de fokwaarden, achter de cijfers moet blijven kijken. En dat het ook nog steeds belangrijker is, ook bij de hengstkeuze, dat je zorgt dat je een goede combinatie maakt dan dat je hoog keer hoog doet. Ik denk dat we dat heel goed in onze oren moeten knopen. En ik weet dat dat toch mensen zullen zijn die denken, nou jongens, dit is mooi eenvoudig. Ik zoek gewoon de hoogste hengsten, die, daar dek ik mee. En we zullen ook, en dat is ook iets wat bijvoorbeeld bij de hengstencoördinatie speelt. Soms heb je een hengst die na de eerste bezichtiging een hoge fokwaarde heeft. Misschien wel op een hele hoge score van de presentatie in de kooi in de eerste bezichtiging. En dan zie je hem in de tweede bezichtiging weer. En dan is hij een slaap minder. En dan zeg je, ja, we nemen hem toch maar niet. En het zou best kunnen zijn dat hij in de eerste bezichtiging, dat de cijfers eigenlijk wat aan de hoge kant zijn geweest. Nou ja, op die manier zul je wel, nogmaals, ook naar de paden achter de cijfers moeten blijven kijken. En ik denk dat we dat ook heel goed moeten onthouden, goed tussen de oren moeten blijven bewaren. Heb je al de kop toch mee blijven? Jawel, dat mag natuurlijk. Het is ook niet zo dat het... Niet veel naar fokwaarden keken. Ik las dat in de Friso. Ik heb dat ook bestreden, omdat mijn ervaring als ik met mensen spreek ook wat anders is. Maar goed, het is wel zo dat het. Maar dan zit je, we weten allemaal, als je jou hebt enorm gecreëerd, dan zit je bovenin. Dat weten we allemaal. Ja, maar het is nu al zo. Ja, we hebben nu, volgens mij hebben we nu een. Volgens mij hebben we nu een Johannes uit Narbert uit een beert in het. Die is aangewezen. Ja, op een gegeven moment keert wel het schip ook, want bij welke medisch kun je zo'n hengst straks nog gebruiken? En ik bedoel, straks heb je de verrichtingstopper met 100 punten of weet ik veel wat. Maar met zo'n afstamming, dan heb je straks nog maar weinig medisch waar die bij gebruikt kan worden. En dan keert de wal het schip ook. En dan begint inderdaad die verwantschap ook een waarde te krijgen. Want als je een hengst hebt die je eigenlijk niet meer kunt inzetten vanwege zijn bloedvoering, ja, dan wordt het wel een beetje ingewikkeld. Maar goed, ik hoop dat in ieder geval het begrip voor het fenomeen fokwaarden een beetje duidelijker is geworden. Het is misschien ook hier en daar best wel wat ingewikkeld en abstract. We zullen het ook niet bij één avondje of één publicatie houden, denk ik. En zijn daar vragen of opmerkingen over, dan horen we je natuurlijk ook graag. En dan geef ik nu de microfoon weer aan de dames. Voor jouw informatieve lezing over fokwaarden. Ik kan me voorstellen dat er nog vragen zijn vanuit het publiek. Daar is nu ook nog tijd voor. Heeft er iemand een vraag? Ik mis duurzaamheid een beetje. Duurzaamheid. Ja, ik mis duurzaamheid. Een van de vragen in de stellingenronde die we dus volgende week in Drachten hebben. We hebben ook nog eentje in Eindhoven en morgenavond de heer Hugo Waard. Mocht volgende week niet passen. Maar er is de vraag gesteld voor welk onderdeel moeten we in het fokprogramma nu de meeste aandacht gaan geven. En dan hebben we het over exterieur, dan hebben we het over sportaanleg, dan hebben we het over karakter. En dan hebben we het over gezondheid en over duurzaamheid. Nou, in Apeldoorn was het vrij duidelijk dat de leden daar aanwezig duidelijk van mening waren dat dat al onderdeel meer aandacht verdient. En dus daar zullen we ook mee aan de slag moeten. Het is best wel een heel lastig onderwerp, omdat een van de problemen is dat we precies weten wanneer de paarden geboren zijn. Maar overleden paarden worden maar heel beperkt worden die gemeld. Het is wel beter geworden de afgelopen jaren, ook omdat het wat makkelijker is gemaakt. Bijvoorbeeld via mijn KFPS. Het is straks ook zo dat, aan de ene kant zijn we daar misschien wat minder blij mee, maar voor de fokkerij zou het wel eens interessant kunnen zijn dat ook paarden die via destructie worden afgevoerd, dat ook via de Nationale Centrale Database allemaal gemeld gaat worden. Dus dat de Rendak ook die chipnummers gaat uitlezen. En dan hebben wij natuurlijk veel meer informatie ook over van hoe oud de paarden nu daadwerkelijk gaan worden. Dat is één probleem. Tweede probleem, ja, een paard kan 25 worden of soms nog wel ouder.
En ja, wanneer weet je nu zeker dat een paard wel overleden moet zijn? Dus dan praat je al over paarden van een behoorlijk oude datum. En dan kijken we naar de hengsten, de vaders van die merries of paarden. Dan zitten we nog weer in een oudere tijd. Daar hebben we al wel wat een exercitie op gedaan op basis van de gegevens die we nu hebben. En daar zijn we ook recent mee gestart. En daaruit blijkt wel dat er toch wel behoorlijke verschillen zijn in levensduur tussen de nakomelingen van hengsten. En dat is wel in die zin, is dat aanleiding om dit onderzoek door te zetten. En was dat verschil niet zo groot geweest, dan zou je zeggen, we maken ons druk over. Maar die verschillen waren echt wel groot. Dus we zijn nu eigenlijk aan het kijken of we daar ook met een soort survival percentage kunnen kijken dat je al op vroeger tijdstip informatie zou kunnen krijgen over de levensduur. Dus er is een verband van het percentage van de nakomelingen wat bijvoorbeeld na hun negende levensjaar nog in leven is. Dat zegt ook iets over de uiteindelijke werkelijke levensduur. Want het moet eigenlijk niet zo zijn dat we die duurzaamheid informatie krijgen als mosterd naar de maaltijd, als de betreffende hengst al lang ter ziele is. Je wilt eigenlijk ook zo snel mogelijk wil je die informatie wil je hebben. Dus we proberen met survival rates, en eigenlijk moet je zien, en hoe vroeger je die legt, hoe minder betrouwbaar die wordt. Dat kun je je voorstellen. Je zegt van nou ja, het percentage bij 4 jaar, ja, dat zegt alweer heel weinig over duurzaamheid. En toch zegt het wel iets. Dus op die manier proberen we daar toch wat een vinger achter te krijgen. En met name ook omdat we hopen dat er toch meer volledig ook overlijdensdata van onze paarden bekend wordt. Dat we daar ook nog wat beter aan kunnen gaan rekenen. Het is niet dat het de aandacht niet heeft, alleen het is wel een heel lastig onderwerp. Omdat je de gegevens eigenlijk niet hebt. Duidelijk? Is duurzaamheid alleen door leeftijd? Of de kwaliteit? Ja, nou ja, ook kwaliteit, maar goed, daar maken we weer een subjectief begrip van. En dan hebben we met karakter al moeilijk genoeg mee. Dus liefst hebben we die dingen die ook gewoon duidelijk zijn. Hè? Maar goed, ik denk wel dat er een verband zit tussen de gemiddelde echte levensduur en de kwalitatief redelijke levensduur. Daar kun je je iets bij voorstellen. En die zag ik nog, ja. Is bij die vakwaardeschatting, is zij nog opgevallen of er nog geslachtsverwonde kenmerken zijn? Die zijn er, wat ik zeg, dat als we kijken gewoon naar testgegevens en exterieurgegevens, zien we verschillen tussen hengsten en merries. Dus daar corrigeren we daar ook voor. Maar niet extreem, gewoon kleine verschillen. Je zou tegen de jury kunnen zeggen van nou, je zou hengsten iets, moet zeggen, iets strenger moeten beoordelen, of andersom, merries iets soepeler. Het is net hoe je dat wil kijken. Maar goed, hoe dan ook, er zullen altijd wat verschillen zijn en die proberen we op die manier ook uit te filteren. Maar je ziet niet heel grote verschillen. Nog meer vragen? Ik heb nog wat vragen. Ja. Stel je hebt een merrie met lage vochtwaarde, is het dan interessant om zo'n paard een test te laten lopen om in sport uit te brengen om juist die vochtwaarde omhoog te krijgen? Nou ja, die ene merrie die ik zo net noemde, die Butler merrie, die geeft dat in principe aan. Hè. Ik weet dat nu niet, of die merrie die ook geen spaneert, volgens mij wel. Als zo'n paard niet een ABFP-test had gelopen, dan had je nooit geweten dat het toch een waardevol paard was. En dus antwoord ja, heel duidelijk. Ja. Ik heb toch nog wel even een vraag over het lichte blauwe paard en het donkerblauwe paard. Moeten we er weer bij doen? Is goed, graag. Okay. Het lichtblauwe paard en het donkerblauwe paard. Ja, ja, want uiteindelijk is het dus voornamelijk uit de moeder en de vader. Daar krijg je dan gemiddeld een fokwaarde uit. Dat zou de nakomeling moeten zijn. Maar er zit dus een gelukfactor in of een pechfactor. Ja. Maar stel nou dat je dus, je bent een enorme geluksvogel. En heb het lichtblauwe paard en die heeft 111 gescoord. Ja. Hoe wordt die dan weer de nakomeling daarvan? Wordt dan ook weer zeg maar de moeder van de moeder weer meegeleefd? Nee, nee. Nee, dan ga je uit van die 111, want dat is dan de fokwaarde van het betreffende paard. Ja. Is dat eigenlijk? Jazeker. Ja, was de twijfel of dat echt zo is, dat is echt zo. Ja. Dus stel nou, je hebt een paard die zit de hele tijd, nou, ik ben heel op 95. Ja. En je hebt 95 op 95
95 en dan in één keer heb je super geluk, heb je 111. Dan krijgt dat, die nakomeling die krijgt dus... Allemaal 111. Allemaal, ja. Nou ja, daar zit ook weer zo'n variatie op. Maar je slaat dan wel. Terwijl dat dan eigenlijk, zeg maar, qua fokkerij en wat anders doorgeven, is dan wat best wel een beetje apart. Zou je dat niet verwachten? Ja, nee, dat, nee, maar toch, nee, daar ga je dus uit van de fokwaarde die dat paard heeft op basis van de afstamming, maar ook op basis van eigen prestaties en misschien nakomeling. Ja. Ja. Ja, dus je neemt helemaal de afstammingen van daarvoor niet mee. Dit doet me denken aan een verhaal. Ik een keer in de koeienwereld ook zo'n verhaal hield. En toen zei iemand van nou, hij zei, ik geloof er toch niet zoveel van. Hij zei, er was een familie met 5 kinderen, 4 inbrekers en 1 dominee. Ik zeg, maar wat wil je daar nu meer zeggen? Hij zei, ik weet zeker dat die nakomelingen van die dominee, er zitten ook weer inbrekers bij. Wat is er daarvan? Ja, kijk, weten we dat echt? We noemen het ook, laten we dat ook benadrukken, we noemen het ook fokwaardeschatting. Zie, als het straks zo is dat wij op basis van een DNA-monster al die fokwaarden eruit kunnen halen, zoals nu in de rundveewereld, is dat gewoon zo. He, dan kun je de fokwaarden voor melkproductie, vet- en eiwitgehalte, levensduur, exterieurkenmerken, ziekteresistentie, alle kenmerken kun je nu op basis van DNA vaststellen. Dan weet je het zeker. Of van een hengst waar je 100 nakomelingen van hebt, weet je het ook zeker. He, maar het blijft een inschatting. He, dus de werkelijke fokwaarden weten we niet eerder dan dat er 100 nakomelingen zijn of dat we inderdaad dat DNA gebeuren hebben. Maar dat mag even niet. Wil je het nu nog moeilijker maken, helpen? Ja. We hebben ook een epigenetica wat de grond. Ja, inderdaad. Het is. Dankjewel voor deze avond. Als ik het grootste geluk heb, is het precies waar ik het ook heb gedaan. Kom volgend jaar weer. Ik heb hem nog een keer. En dit is ook het geluk hier aan de buurt staan. Nou, heel goed. Dankjewel. Dankjewel.